laatst met de was bezig. En ik weet niet wat er gebeurde, maar ik leunde echt heel kort op de droge deur. En die brak echt als een luciferstokje af. Dus nu moet ik dit paneel vervangen. En ik heb geen idee hoe ik dat moet doen. Of geen idee, ik heb wel een soort van idee, maar... We gaan kijken of het me lukt. Ik heb gewoon geen idee hoe ik deze los krijg. Nou, ik heb uiteindelijk een filmpje gevonden op YouTube van een Bosch wasmachine, maar het schijnt dat alles wel een beetje hetzelfde is. En het heeft gewerkt, check. Voor degenen die willen weten hoe een droger er van binnen uitziet. Maar je moet dus eerst de bovenkant eraf halen. Dan kun je de voorkant eraf halen en dan pas kun je bij het paneel. Nou, ben ik al aardig tevreden. Oh, kijk. Wat is dat dan? Ik heb een toeschouwer. Ga je mee helpen stofzuigen? Ik kom er net achter dat ook gewoon de zijpanelen helemaal los moeten. Dus hier zit een schroefje, daar zit een schroefje en aan de andere kant ook. Het is echt niet te geloven. Het hele ding moet uit elkaar om het frontpaneel klaar te krijgen. Oké, de zijkant is ook los, maar check even hoeveel stof er ook in zit. Dus mocht je een keer vervelen, ik zou zeggen pak een schroevendraaier en zuig je droger een keer uit. Oké, nou de andere plaat is nu ook los. En ik ben er jongens. Check, ik kan nu eindelijk bij de voorkant. Het is toch ongelooflijk. Oké, moment van de waarheid. Ik heb hem los aan beide kanten. Ik heb zo'n... Ik kreeg hem niet los omdat hier nog een paneeltje voor zat en daar zitten dus ook nog allemaal schroeven achter. Dus ik verwacht dat als ik die losdraai, dat hij er dan echt voor weg kan. Gus slaapt inmiddels, dus die ligt hier beneden te slapen. Maar ik heb het goede nieuws is, ik heb het paneel er inmiddels voor. Kijk. Dus dat is goed, dus ik ben hem weer aan het in elkaar zetten. Alleen het slechte nieuws is dat ik net dit schroefje net wilde vastzetten. Maar die viel hierin, dus nu moet ik de zijkant weer loshalen. Echt wel een ellende. Oké, dit is echt wederom weer een leerpunt. Dat heb ik al zo vaak meegemaakt. Maar blijkbaar gewoon echt helemaal niks van geleerd. Het schroefje was het precies ondergevallen. Waardoor ik, als ik de droog gewoon aan de kant had geschoven, had ik het schroefje ook kunnen pakken. Maar nu heb ik hem dus weer helemaal losgehaald. En dat is iets volgens mij wat mens eigen is. We zoeken altijd eerst naar de moeilijkste oplossing voordat we denken over de makkelijkste oplossing. Weet je, op het moment dat bijvoorbeeld de tv niet doet, dan kijkt iemand naar de beeldbuis of weet ik veel wat allemaal. In plaats van dat de stekker er misschien niet in zit, om maar een voorbeeld te noemen. Nou, dat is dit dus ook. Dus wanneer je een probleem hebt, begin zo simpel mogelijk te denken. En Gus is weer wakker en hoppatee! Vind je jammer liever dat je er niet meer in kan? Hij doet het weer, hè? Kijk! Papa heeft hem gefixt. Ja, wil je er nog één keer in? Zullen we er nog één keer in doen? Ja! Yeah. Nou, kijk nou hoe schattig. Hé! Hey. Deurtje dicht? No! Oh. Lekker ding. Zo. Is dat mooi, man?
Vas, welke vind je het leuk? Welke vind je het leuk? Deze of deze? Woody of Buzz Lightyear? De knopjes doen het niet. Wow. Mooi, kun je die hebben? Neus. Oh. Welke doen we, Vos? Bus of Woody? Mama of Woody? Nou, volgens mij is hij eruit. Ik denk het ook. Doe Woody. Kijk, hij is steeds handel op dag. Zeg maar dag dag tegen Woody. Wat? Zeg maar dag dag tegen Woody. Is hij Woody? Woody, ja. Ook nog. Oh, ja. Hij is voor zijn broertje. Ja. Vind je hem leuk? Nou, wat hebben we? Zo, het is alweer dinsdag. Deze kleine man is ziek. Hij is sinds vorige week donderdag al echt verkouden. Hij had ook koorts en dergelijke. Koorts is nu inmiddels weg. Maar hij blijft zijn hoesje houden, wat niet heel lekker klinkt. Dus we gaan straks even naar de huisarts. Hey, de handmeester hier. Nou, we zullen naar de huisarts gaan. Ja. Weer lekker achter de feiten aan vandaag. Als er dan een jongetje ziek is, dan loopt de dag altijd een beetje anders dan we hadden gedacht. Maar we doen wel goed aan zelfzorg. Je hebt al een lekkere mango. Lekker mangootje eten. Ja, ik kan nog even een stukje pureren voor jou. Moppie. Lekkere mango. Hij is op zich nog verder goed te spreken, maar de dokter zei net dat hij beide oortjes flink ontstoken zijn. Dus dat is eigenlijk heel zielig. Dus voor een jongetje met twee ontstoken oortjes is hij eigenlijk nog heel vrolijk. Maar we hebben even wat probiotica opgehaald, wat vitamine D. Dus nog even wat meer zijn immuunsysteem versterken, geloof ik altijd heel erg in. Mijn idee was eigenlijk, het plan was om vandaag mijn t-shirtjes op internet te zetten. Op mijn Etsy shop. De zwart is ook binnengekomen inmiddels. En ik heb echt hele leuke Girls Are Great t-shirtjes binnen. Dit zijn ze. Hij is in het geel, honey yellow met een denim zachte opdruk. Echt heel mooi. Beetje vintage lookje. Heel leuk met spijkerbroek. En ik heb hem binnengekregen in het wit met zwart. Dit is dus allemaal mijn eigen ontwerp. En deze verkoop ik al een aantal jaar in mijn Etsy shop en in mijn webshop.
van de Sassy Girl. En ik heb hem in het roze. Zo hadden we hem ook altijd al, maar dan met zeefdruk. En nu heb ik het dus veranderd met hele zachte... De letters liggen er nu wat meer bovenop. Dus dat is echt heel fijn. En de kwaliteit blijft daardoor ook nog mooier. Esjes. Dus die wou ik vandaag eigenlijk gaan shooten, zodat ik ze op de website kan zetten. En dan eerst heel eenvoudig. En dan binnenkort, nadat ik bij de kapper ben geweest, waar ik donderdag eindelijk naartoe ga, want deze uitgroei kan ook echt niet meer, gaan we even wat betere foto's maken. Dus daar wou ik eigenlijk vandaag gewoon een aanzetje mee geven, maar kijken hoe ver ik kom met dit kleine mannetje. Jij staat op nummer 1 vandaag. Altijd. Altijd op nummer 1. Is je gevallen, lieverd? De mango. Maar we moeten wel een beetje opletten. Kijk eens. Ja, kijk liefie. Oeh, je bent al goed bezig. Ondertussen moet er natuurlijk ook gewerkt worden. Dus we zijn nu natuurlijk bezig om even foto's te maken voor Sanna haar webshop. Zodat de t-shirts online kunnen. Ik vind het echt zo vet dat ze deze nieuwe producten heeft. Ik vind ze namelijk gewoon super cool. Ook nu in meerdere, kleuren en stofjes en zo. Ja, ik vind het echt super vet. Het ziet zo pro uit, gelijk met zo'n label in de nek. Ja. Lekker. Ik vind het vet, ja. Wat beter dan voor mij, wat lief. Ja, zeker. Maar goed, nu even fotootjes maken dus. Nee, dus niet altijd... slaat even. Een keus slaat even, ja. Maar... Dus we moeten nu even ons momentje pakken. Ik kreeg niet echt het gewenste effect met de camera, dus uiteindelijk weer een grote jongen maar weer gepakt. Wij dachten dat, we willen even snel met een mobiel foto maken. Maar nee, daar kan de echte camera niet. Daar kan de mobiel niet tegenaan. Veel beter. Zo, even goed. Wat zo leuk is dat je eigenlijk heel veel kan doen in je eigen woonkamer. En dat je eigenlijk altijd een beetje moet gaan denken dat je niet per se gelijk voor perfectie zeg maar, moet streven. Nee. Zegt een perfectionist. Maar dat je gewoon eerst dus dit kan maken. Want mijn doel is om die shirts zo snel mogelijk nu online te krijgen. En dan veel mensen die het al op stories hadden gezien en het toch wel willen kopen. Dus voordat ik dan helemaal ga stagneren door te wachten op een professionele fotoshoot, wat we uiteraard ook nog wel gaan doen, is het handiger om gewoon gelijk al foto's te maken. En dat kan dus gewoon in de woonkamer. Ja, ik ben er niet helemaal bij. Nee. In de woonkamer, tussen alle speelgoed en zo. En ja, je hebt maar een klein hoekje nodig. En een 50 millimeter lens gebruiken we. En een behulpzame man. En de laatste shotjes met baby die weer wakker is. Maar we hebben hem, hè? Ja. Top. Oké, thanks. Thanks. Jij ook bedankt voor het goede slapen. Oh, popje. Mm. Wij gaan onderweg naar de opvang. In zijn nieuwe stoel, helemaal happy. Ik ben al even kort aan het werk geweest en ik heb... nog helemaal niet gedeeld, maar aankomende zaterdag wordt Gus alweer 1 jaar. En ik kan er niet helemaal bij. Gewoon alweer 1 jaar verder. Echt bizar. Dus voordat ik hier door regen word overvallen, dat volgens mij zo regenen en onweren, ga ik nog snel heel even kijken bij een hele toffe speelgoedwinkel hier in Groningen. Of ik misschien toch nog een kleinigheidje voor hem ga kopen. Dus ja. Daar ga ik nu even kijken. Dus even een break van werkdingetjes. Schattig, onze juni-baby's. Oké,
Oké, er was zoveel optie dat ik dan niks kan kiezen. Niet handig. Voor mensen die snel overweldigd zijn, een winkel die propvol staat met allemaal spullen, dan koop ik dus niks. Dus niet gelukt. Bovendien, de verkoopster had ook niet heel veel verstand van wat een eenjarige nou leuk vindt. Ze kwam allemaal aan met dingen die of echt al waar hij een beetje te oud voor is, of waar hij nog veel te klein voor is. Dus dat was ook niet heel handig. Wat heel leuk is, mijn vriendinnetje die heeft tegelijkertijd met ons een kindje gekregen. Dus voordat ik Gus kreeg, 2 dagen of eigenlijk 1,5 dag daarvoor werd Bo geboren. Dus daar heb ik in ieder geval wel even een kaartje voor gekocht. Oké, snel lunch halen en terug naar de meiden. Past. Are we moving into the future? Or are you in the present? Ik ben onderweg naar huis. Jochie is in slaap gevallen. Hele relaxte podcast op. Beste manier om even de middag af te sluiten. Het cadeautje van Gus komt juist binnen en ik ga het openmaken. We hebben tijd, want morgen is hij jarig. Ik was gisteren helemaal vergeten de vlogcamera mee te nemen. Best wel jammer, want ik heb gisteren alvast zijn taart besteld. Die kunnen we morgen ophalen. Het wordt echt heel feestelijk en heel zoet en heel fout. In Groningen bij Bak. En dit heb ik gisteren ook besteld, dus ik ben heel benieuwd hoe het er in het echt uitziet. Kaarsjes. Te schattige autootje. Ook als cadeautje voor Bo. Het kindje van een van mijn beste vriendinnetjes die toevallig 1,5 dag voor Gus geboren is. Heb ik uiteindelijk dat gekocht. Oh, kijk nou. Doosje van Schatpad. Ik dacht, hoe duurzaam is het eigenlijk om voortaan dit soort vlaggetjes te kopen? Want dit kan je altijd weer wassen en gewoon normaal opvouwen. En het blijft meer dan dat je iets koopt van plastic en wat dan überhaupt van plastic is. En wat dan heel vaak zo verfrommelt en je niet uit elkaar krijgt. En vanuit frustratie dus nieuwe slingers koopt. Dus ik dacht, ik koop leuke slingertjes waar je altijd alles, die ook gewoon altijd überhaupt leuk zijn. We hebben sowieso wat met slingers, want toen Vos 1 werd, hebben we deze slingertjes opgehangen. En die hangen daar nog altijd. Dat is dus nu al 4,5 jaar later. En toen Gus geboren was, vorig jaar hebben we deze slingertjes opgehangen. En die hangen er dus nog ook altijd. Dus dat is eigenlijk best wel leuk. Herinnert ons altijd aan die belangrijke momenten in ons leven. Dus de eerste verjaardag van Vos en de geboorte van Gus. En ja, op een of andere manier heb ik het gewoon altijd laten hangen. Maar het is ook altijd een reminder aan die 2 hele bijzondere mooie momenten. Dus gewoon de slingers laten hangen. Waarom niet? Superleuk. Maar sorry, nu dus nog geen zicht op wat ik heb gekocht. Want ik laat dit lekker ingepakt. Het is zo leuk al ingepakt. Dat scheelt mijn inpakwerk voor morgen. Enjoy playing. Het is, ja, ze hebben dat echt ook al heel mooi duurzaam ingepakt. Maar wat hierin zit, is dus een hele grote vierkante of rechthoekige houten speelbak van Grappat. Daar kan je bijvoorbeeld van dat magische of magnetische zand in doen. En hier heb je dan een aantal poppetjes in. Met hoedjes, zonder hoedjes. En dan in de kleur zomer. En hier is het ook al heel leuk verpakt. Deze krijgt hij ook nog. Een autootje. Ook van hout. Een mooi kleurtje vond ik dit. En dan ook weer met 2 poppetjes erin. En zijn vriendje, die 1,5 dag eerder geboren is, krijgt hetzelfde cadeautje. En dan
hebben we nog deze kaarsjes met, die zijn heel mooi lang, die komen op de taart. En een 1. Hoe vrolijk. Een hele grote doos kan weer weg. Ik heb trouwens, dat heb ik ook helemaal niet verteld, mijn haar gedaan. Maar dat was jullie misschien wel opgevallen. Ik ben vorige week naar de kapper geweest. En er is een enorm stuk van af. En ik wou een balayage. Omdat ik allemaal van die schattige babyhaartjes krijg. Not. Heel leuk altijd als je een kindje hebt gekregen. Krijg je heel vaak van dit soort nieuwe pluizige haartjes. Beginnen terug te groeien. En ik dacht, ja, ik kan het wel weer blonderen. Maar dan die inkijk blijft donker. Dus ik dacht, ik doe het gewoon met een balayage. Maar ik moet nog zo wennen aan hoe donker het is. Ik vind het echt nog niet zo te gek, überhaupt. Als ik mijn haar dus niet doe, dan is het dit. Dus ik moet het zo nog even feunen. Ik dacht, ik bestel ook diertjes voor op de taart. Maar kijk hoe mini dit is. Dit is echt te klein. Dus geen. Het lijkt toch niet bij zo'n grote 1. Is misschien leuk voor op een cupcake. Ik heb uiteindelijk trouwens alles gekocht bij ilovespeelgoed.nl. Echt super grote webwinkel en handig, weet je, voor 4 uur besteld, morgen in huis. Dus ja, daar had ik nu wel het meeste baat bij. Dus daar kun je terecht. Zo, en dat was hem alweer voor deze week. We willen je weer bedanken voor het kijken. Fijn dat je er weer was. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op ons kanaal, zouden we het enorm waarderen wanneer je abonneert op ons kanaal. En dan zijn we de volgende week weer met de verjaardag van Gus, die natuurlijk 1 wordt. En daarnaast ga ik zelf ook iets heel cools doen, waar ik enorm naar uitkijk en waar ik voor uitgenodigd ben. Dus daar volgende week meer over. Voor nu nog een hele fijne avond en we zien elkaar volgende week. Doei doei!